Als het goed is, zien jullie mijn scherm? Ja. Goedemorgen allemaal. Het is 14 juli 2023 en we gaan een hele leuke serie van webinars tegemoet. Webinars over de Community of Practice, vanuit de Community of Practice, afvalwaterprognoses. Vandaag zit ik, Maarten Klaassen, ik modereer vandaag de set. En hier samen met Guy Henkens, onze programmaregisseur in Amersfoort. En we hebben een aantal sprekers, programmatrekkers, projecttrekkers en experts die ons mee gaan nemen in de serie vandaag. En dat wordt heel interessant. Ik ga even naar de volgende slide daarvoor. Daar is hij. En ik zie hem nog niet, Maarten. En nu opeens. Hij heeft eentje vertraging nog. Oh ja, ja. Ja? Dus hij zit een seconde of 3, 4 achter. Dit is geen nieuws op zich, maar hier zien jullie keurig op een rijtje welke webinars er vandaag gegeven worden. We kijken eigenlijk mooi de toekomst in verschillende facetten. We hebben zo'n 80 aanmeldingen mogen krijgen en hartstikke leuk vinden wij dat altijd, dat alle waterschappen aanwezig zijn. Vraag en antwoord is vandaag ook de bedoeling. Dus we gaan flink aan de bak om kennis uit te wisselen. Stel je vragen tussendoor in de chat. En soms is er ook gelegenheid tussendoor. Discussie is wellicht leuk om aan het eind van elk webinar ook te gebruiken. Maar we gaan kijken hoe dat loopt en waar iedereen behoefte aan heeft. Ik hou mijn introductie voor nu in ieder geval kort. Want dat voorkomt dat Mark Lamers, die hier vanuit het Waterschapshuis een flinke slag heeft gemaakt en de definitieve versie van de GeoViewer mag presenteren, te weinig tijd daarvoor heeft, want dat is veel te leuk om naar te luisteren. Mark, mag ik jou het woord geven? Nou, bedankt Maarten. Fijn dat je de lat meteen hoog legt. Ja, natuurlijk. Ik ga mijn scherm delen, hoef je me niet te spotlighten. Goed zo. Volgens mij zien jullie nu de presentatie, de eerste sheet. Ja, top. Ja. Oké. Nou, ik ben dus Mark Lamers en vanuit het Waterschapshuis heb ik deze mooie taken op me mogen krijgen om de afvalwaterprognoseviewer te ontwikkelen en in te richten. Vorige keer in januari bij de bijeenkomst heb ik er ook wat over mogen vertellen. Dat heb ik niet alleen gedaan, maar dat heb ik ook met een begeleidingscommissie gedaan van mensen vanuit de verschillende waterschappen. En nu wil ik jullie meenemen in een stukje waar we nu staan. Dus even een update van wat zijn de ontwikkelingen die we hebben doorlopen. Waar staan we nu? En wat komt er de komende tijd nog op ons af? Als jullie vragen hebben, laat het weten. Probeer het met een handje of breek in. Dat maakt me niet zoveel uit. En als ik het niet zie, dan hoop ik dat Maarten en Guy me daar kunnen wijzen. Oké, waar staan we nu? Inmiddels hebben we ongeveer 130 accounts aangemaakt. De viewer is nog wel benaderbaar met een inlogaccount. Daar hebben we een reden voor, daar kom ik straks nog op terug. Je ziet hier rechts een staartje van de waterschappen die daar nu gebruik van maken. De dikgedrukte waterschappen zijn de waterschappen die er nog weinig of meer gebruik van kunnen maken. En zoals Maarten ook al aangaf, we doen dit voor alle waterschappen en niet voor een paar. Dus mochten jullie collega's hebben of collega's van andere waterschappen die jullie kunnen attenderen op de viewer, doe dat vooral. Maar we zien ook dat de gegevens vanuit de viewer best gebruikt worden. Af en toe zie ik plaatjes rondschieten in documenten of presentaties met grafieken en plaatjes uit de viewer. Dus dat is super leuk om te zien. Het ontsluiten van de gegevens van de waterschappen. Nou, dat stimuleert ook anderen om te gaan ontsluiten. En met name zo'n kaart waar dan de groene waterschappen wel ontsloten of de waterschappen niet ontsloten. Ja, dat kan ook wel weer stimulerend werken dat er op een hogere echelon wat wordt geroepen van hey, waarom zijn wij roze? Nou, vanuit HNK hebben we daar alle ervaring bij. Want het ging bij ons ook zo met het bestuurstekort water, de visitatiecommissie, lang geleden. Maar dat heeft wel geholpen. En wat ik ook wel leuk vind is dat veel van die data die we nu ontsluiten in de afvalwaterketen, of in de afvalwaterprognoseviewer,
is van de COP, maar een groot deel, ja, dat is gewoon data vanuit de waterketen, wat een gisser al kan inzien. Maar je ziet toch dat mensen die geen ArcGIS gebruiker zijn, nu ook bij die kaartjes kunnen. Dus er gaat daardoor meer leven. En er worden vragen gesteld, er komen wat fouten aan het licht. Ja, dat is precies wat we willen bereiken ermee ook. Hè. En dan zie je foutjes vanuit de data van de waterschappen, maar ook foutjes vanuit de manier waarop het ontsloten wordt. Bijvoorbeeld vanuit de GKW. Maar het is alleen maar mooi en daar wordt ook accuraat op gereageerd. Dat is wat we hebben gedaan. Nou, wat gaan we nog doen de komende ontwikkeling? We gaan de polygonen, dus de gebiedsindeling vanuit de afvalwaterketen, zuiveringseenheden en overnamepuntgebieden, die gaan we opnieuw laten vullen door het CBS. We hebben dat nu één keer gedaan voor de zuiveringseenheden, waarbij je dus, kom ik straks ook nog op terug, laat ik het zien, waar je kan zien hoeveel inwoners per gebied wat afvoert op een RWCT. Ook aantal bedrijven, type bedrijven, noem maar op. En dat gaan we ook voor de kleinere schaal doen. Dat heet inmiddels overnamepuntgebieden. Dat is het, voorheen noemden we dat, nou ik durf het eigenlijk niet meer te zeggen, want het kan nog wel eens gevoelig liggen. Maar ik noem het maar het R-gebied of het R-woord. Flinke discussie hebben we erover gehad, maar alleen maar goed. Maar er is een nieuwe definitie gekomen, daar kom ik zo nog wel op terug. Nou, ander voornemen is het frequenter ontsluiten vanuit de discrepantie en RioFrame Water Tool. Die draait nu in Power BI. Ook daar kom ik nog wel even op terug in de presentatie. We zijn ook bezig met, of de COP is bezig met het maken van een prototype prognose tool. Daar gaat Guy straks meer over vertellen. Maar ja, ook voor die tool, ja, dan wil je natuurlijk ook dat de inputdata ergens centraal en actueel ontsloten kan worden. En ook de resultaten ervan, dat die gedeeld kunnen worden. Dus dat is ook een mooie ontwikkeling wat in de afvalwaterprognose viewer ontsloten kan worden. Nou, zoals ik al vertelde in het begin, we werken nu nog wel met een inlogaccount. Afspraak is ook vanuit de beoordelingscommissie dat het nu openbaar gedeeld kan worden, of gedeeld kan worden met waterschappen en gemeenten, maar nog niet met de hele wereld, omdat er ook wat informatie nog ontsloten wordt, wat experimenteel is. Met name uit de discrepantie die over het water toe, wat nog niet helemaal goed gaat. En waterschappen hebben aangegeven. Ik wil niet dat het nu zomaar openbaar komt gedeeld wordt. En dat we daardoor dat het dan een eigen leven kan leiden. Maar het doel is nog steeds open. Tenzij, zoals we ook horen te doen als overheden. En als we dat dan doen, dan kan het ook geserveerd worden als een WMS. Zodat alle partijen dat in hun eigen viewers ook kunnen openen. Goed, dan ga ik nu even over naar de viewer. En dan wil ik jullie eigenlijk gewoon meenemen live door de viewer heen te klikken. Nou, de meesten kennen hem wel. Waarom is hij niet groot? Ups. Heel bijzonder dat ik het randje eronder nog zie. Ik neem deze even uit. En dan die aan. Zo. Oké, helpt een beetje. Delftwaterprognose viewer. Ik begin even met het groepje gegevens CBS. Nou, wat zien we nu hier? We zien de alle rioolwaterzuiveringen van Nederland. Met daarbij, als je op een RWCT klikt, maakt niet uit welke, willekeurig. De naam van de RWCT, maar ook het ontwerp en functioneringsgegevens van de RWCT. Dit zijn deels gegevens die het CBS bij alle waterschappen heeft opgehaald. Daarnaast hebben we natuurlijk ook, wat ik al vertelde, de gebieden van heel Nederland in kaart gebracht die je hier ziet. En ook daar kan je willekeurig op klikken en dan krijg je informatie te zien over het gebied wat afvoert naar de RZT. Nou, het belangrijkste daarvan is natuurlijk het aantal inwoners, huishoudens, maar ook drinkwaterverbruik zit erin. Type verblijfsfunctie en de vierkante meters, het oppervlakte daarvan. Van bedrijven. Dus dit zijn goede ingrediënten voor het maken van afvalwaterprognoses. Maar wat we natuurlijk wel gaan doen is dat dit hebben we een keer opgehaald in 2021. CBS heeft dat gevuld. Nou, inmiddels hebben we betere inzichten van waar de grenzen lopen. En we willen dat nog een keer doen en opnieuw dat bestand, een actueel bestand maken. En dan opnieuw laten vullen door het CBS. Dus dat is een ontwikkeling die eraan komt. Kom ik straks ook nog op terug.
Ik zie wat in de chat langskomen of in het, onder het knopje, maar als het vragen zijn, dan moet iemand mij even roepen. Gaat helemaal goed. We worden al de antwoord, Mark. Mooi. Oké, hartstikke goed. Nou, de volgende groep in de viewer, dat is de bevolkingsprognoses. En dat zijn bevolkingsprognoses van het CBS en HBF Research, Primos gegevens. En die worden ontsloten op het niveau van gemeente, provincie en land. Dit zijn gegevens die je ook gewoon kan ophalen bij het CBS. Alles wat hier ontsloten wordt, kan je doorlinken, informatie, teksten. Ik klik even op het CBS als voorbeeld en dan kom je op de bron waar het vandaan komt. En dat wordt ontsloten als een tabel met daarbij een grafiek die in de viewer gegenereerd, voor de viewer gegenereerd is. Dat geeft al heel hoop informatie. We hebben ook een vertaling gemaakt naar de bevolkingsgroei per zuiveringseenheid. Dat zijn de gebieden die afvoeren op de RCT. Nou, hier de grootste van Nederland. En daarbij ook weer de bevolkingsprognose die we kunnen gebruiken voor de prognoses voor voor de RCT's. Ook deze gaan we natuurlijk opnieuw berekenen als we een nieuw bestand hebben van het vlakdekkend bestand van Nederland met de zuiveringseenheden. Daaronder hebben we de groep discrepantie in rioolvreemd water. Deels komen die resultaten uit de discrepantie in rioolvreemd water tool. Dat is een online tool in Power BI, ook ontwikkeld door de CWP. En een deel daarvan komt uit de bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer. Ik laat meer even wat zien over het rioolvreemd water in Nederland, wat er nu wordt ontsloten vanuit die tool. De tool werkt nog niet optimaal, dat weten velen ook. Er gaan wat dingetjes aan de achterkant niet goed, waardoor de gegevens vanuit Z-info niet helemaal goed worden verwerkt in de tool die online werkt, waardoor het resultaat is. Ook hier niet helemaal wordt gepresenteerd. Er wordt wel aan gewerkt. Hè. Dit is niet de viewer laat een resultaat zien van de tool. Er wordt aan gewerkt om die tool te verbeteren zodat data goed gaat stromen. Bij HWA is nu iemand aangenomen die dat ook op zich neemt. Dat laatste stuk van het directe punt op de i zetten. En bij Roy Hoskoon en DV zijn ook mensen aangewezen die dat gaan afronden. Dus ik hoop dat het binnenkort mooi gaat werken. En dat we daardoor ook frequent deze resultaten kunnen ontsluiten. Want zo'n online tool is mooi. Power BI is mooi voor grafieken. De GIS-view is beter in kaart. En het geeft best wel mooie informatie. Maarten, je hebt een handje omhoog. Ik heb het maar handje. Want Edwin Koenen uit Limburg die vraagt in de chat of eerdere jaren ook beschikbaar blijven. Dus oudere gegevens bijvoorbeeld van het CBS, maar ook van andere prognoses. Blijft die historie ook bewaard? Nou, dat is wel een goede vraag. Ik denk dat het wel heel goed is. En dat leuke, want deze heb ik niet opgeschreven. Ik had hem ook niet scherp. Maar het is wel goed om dat te bewaren. Dan is de vraag natuurlijk, waar doe je dat? Hè? Ik kan hieronder een laag openen met een jaartal erachter. Ik denk dat het dan wat rommelig wordt. Maar in de viewer kunnen we ook met thema's werken. En hier zien we er een paar. Het is prima om een thema erbij te... Niet direct op te lossen, maar goed dat je hem in het vizier hebt. Ik vind het een goede vraag en daar kunnen we wat mee. En ik denk dat het gewoon belangrijk is dat het wel ontsloten wordt. En dat kan ook. En daar kunnen we een apart thema voor maken met historische data. Hartstikke goed. Goeie vraag. Een andere vraag is hoe je aan een inlogaccount kunt komen, Mark. Ja, je kunt mij een mail sturen en dan maak ik er een aan. Ik zal het e-mailadres in de chat zetten. Ja, hartstikke goed. Oké, gaan we verder. Nu ga ik naar het groepje waterschap ontsloten. Wij als waterschap ontsluiten onze data via een format DAMO AWK. Wat vervolgens gaat naar het gegevensknooppunt waterschappen. Wat vervolgens weer via de GWSW naar de PDOK gaat. Nou, lekkere afkortingen, regen hebben we hier gehad. Maar dan wordt het ontsloten in het openbaar stelsel van wat we in Nederland gebruiken. En welke waterschappen ontsluiten dan de data? Nou, dit is een kaartje, het is wat arbitair. Maar hierin wordt gekeken van waterschappen die RCT's, rioolgemalen, transportleidingen ontsluiten. Nou, die krijgen dan een label van wel of niet ontsloten.
Maar jullie zien al, er zijn ook waterschappen die delen wel ontsluiten, maar nog niet helemaal compleet. Dit kaartje dat, werkt in het begin met name erg stimulerend, want er kwamen er een aantal waterschappen bij. Nu zien we er toch nog 6 waterschappen niet ontsluiten. Dus ook hierbij vraag ik aan jullie, stimuleer je collega's om het wel te gaan doen. Hoe dat dan werkt, ook dat kunnen we weer achter het informatieknopje achterhalen, mocht je daar vragen over hebben. Daaronder hebben we nog een hele groep met stedelijk water. Oh, nou, heel belangrijk is natuurlijk dat we. Nou, komt zo op. Dit is een stukje transportstelsel. Dan hebben we nog de zuiveringseenheden. Het transportstelsel, zal ik nog wel even inzoomen. Leuk is ook als je gewoon inzoomt richting een waterschap, dan zie je dat ook allemaal terugkomen met de labels, met een stijl. Het wordt daardoor erg duidelijk. In het begin had ik het over van, je ziet ook dat ja, toch anders wordt omgegaan of misschien fout. Ik weet niet of het fout is, maar het ene waterschap noemt iets persleiding, het andere een leidingssegment. Het zijn van die dingen, wat is goed, wat is fout, ik weet het niet, maar het komt wel aan het licht en we krijgen met elkaar daardoor het juiste gesprek. Dus dat is erg gunstig. Nou, de zuiveringseenheden heb ik het over gehad. Dit is het bestand wat dus nu wordt ontsloten door de waterschappen. Waterschappen ontsluiten het zelf en hier komt het bij elkaar. Dat is op de manier die we voor ogen hebben, daardoor hebben de waterschappen zelf de controle om het actueel te houden. Het belangrijke hierbij is natuurlijk wel dat je een goed bestand ontsluit en dat je goed afstemt met je collega of je buurwaterschappen wie wat ontsluit. Omdat je ook geen overlap wil hebben in deze gebieden, want als we overlap hebben of gaten, dan betekent dat in de telling van het CBS er inwoners 2 keer worden geteld of niet worden meegeteld van Nederland. Dus dan heb je, ja, dan gaan we, het begin gewoon met de fouten. Dat moeten we niet willen. Ik zoom heel even in op een punt. Niet, ja, het is gewoon een willekeurig punt, maar hier zien we 3 waterschappen die bij elkaar komen. En dan zie je ook dat er, ja, het ene waterschap, er zit overlap tussen. Ik weet dat deze waterschappen goed contact met elkaar hebben en dat hier aan wordt gewerkt. Dus dat gaat zeker wel goed komen. Maar toch een oproep aan iedereen van wees hiervan alert. En laten we zorgen voor dat je de gegevens op de juiste manier ontsluit met je buurwaterschappen. Simone, ik zie een handje bij jou omhoog staan. Ja, je gaf inderdaad al aan toevallig dat we ermee bezig zijn. Simone van ons trouwens van Delfland. Maar hoe vaak wordt deze kaart geüpdate als wij het dus aanpassen? Hoe snel is het dan zichtbaar hier op de kaart? En hoe snel worden dan de gegevens van CBS daar dan weer aangekoppeld, zal ik maar zeggen? Nou, het ontsluiten hier gaat heel snel. Het gebeurt eigenlijk op de PDOK met een paar dagen vertraging. En 1 keer per week actualiseer ik de data hier, dus dan komt het met deze styling in de viewer actueel hier. En hoe vaak willen we het actualiseren naar het CBS? Nou, het idee was om dat 3 keer per jaar of zo te doen. Of dat nog nodig is, weet ik niet. Maar dat gaan we zeker niet redden, omdat we toch al problemen ondervinden om een goed landsdekkend bestand te krijgen. Dus we moeten echt een goed bestand hebben. En dan kunnen we dat bij het CBS neerleggen. En binnenkort zal er ook een mailing rondgaan met de oproep aan alle waterschappen van help. Of willen jullie je eigen gebieden gevuld krijgen met kentallen vanuit CBS? Zorg dan dat die goed worden ontsloten. Dus ja, we zijn er druk mee bezig, maar we kunnen dat alleen met alle waterschappen. Dankjewel. Dit zijn dus dit jaar de zuiveringseenheden. Nou, dan heb je ook nog een kleinere gebiedsindeling. Het heet hier nog rioleringsgebied. Nou, dat zou je het R-gebied of het R-woord kunnen noemen. Er is heel wat, ligt heel gevoelig dit. Heel wat discussie over geweest. Maar waterschappen, die hebben ook een gebied wat afvoert tot aan het overnamepunt. Waar het water vanuit de riolering van de gemeente naar het waterschap gaat. Een aantal van de waterschappen die ontsluiten dat gebied al. We noemen dat nu overnamepuntgebied. En er komt ook vanuit de werkgroep DAMO een wijzigingsvoorstel om die nieuwe entiteiten
overnamepuntgebied ook op te nemen in het model, zodat het ook ontsloten kan worden. Vooralsnog bestaat alleen het rioleringsgebied, dus alle waterschappen kunnen nog de gebieden ontsluiten in de GKW. Dan komt het ook hierin en dan wordt het ook meegenomen naar het CBS. Dus dan hebben we de kentallen vanuit het CBS op een kleinere schaal. Nou, hier zien we Vallei en Veluwe, die dat ook al op die manier zo heeft ingericht. Orly, ik zie bij jou een handje omhoog. Ja, er kwam nog een vraag hier. De laagzuiveringseenheden van de waterschappen, wijkt deze af van de CBS-laag met zuiveringseenheden? Ja. Dat is zo, ja. Ja, ja. Ik dacht, misschien kun je het even toelichten. Ja, nee, heel goed. Ja, kijk, het is er inderdaad zo. We hebben dus één keer deze laag die nu op de achtergrond staat opgehaald. Dat is al een tijd geleden. Dat was de eerste laag die we toen van heel Nederland hadden. Daar is ook het coronadashboard mee gevuld. En daar hebben we dus met de getallen van het CBS. Maar goed, dat ga je dan ontsluiten. Meteen zie je dan van, hey, hier kloppen een aantal dingen niet. Brabantse Delta gaf aan van, we missen een gebied. Nou, weet je, dus, en het muteert natuurlijk ook. Dus ja, toen zijn we meteen weer verder gegaan met de oproep van, laten we dit gaan actualiseren. Dus ja, er zitten verschillen in. Ja, het is dus echt zaak dat de waterschappen zelf met hun buurwaterschappen, wat echt wel een enorme uitdaging is, om dat te regelen, zodat je weer zo'n landsdekkend beeld krijgt als dat je hier ziet. Maar de actualiteit, nou ja, die laat dus dit zien. Ja. Yes. Belangrijk om te weten is dat deze groep, waterschap ontsloten, die wordt ook aangepast. Nu komt het allemaal in de PDOK bij elkaar in de groep stedelijk water en riolering. Maar het waterschapshuis is bezig om een aparte laag te maken. Nou, dan wordt het ook weer voor ons. In de viewer heb ik dat al apart gemaakt. Maar dat wordt dus ook in de PDOK apart ontsloten binnenkort. Nou, Audrey, die jullie net al hoorden, die zal samen met Mark van der Wulp en andere mensen vanuit de werkgroep Damo AWK ook nog wel het een en ander rondbenen daarover, over die nieuwe laag. Dus daar volgt in de toekomst nog meer over. Nou, de groep stedelijk water en riolering, dat is de laatste. Daar komt dus alles bij elkaar samen. Ook daar hebben we weer een kaart met de gemeente die de gegevens wel of niet op de PDOK ontsluiten. Er zijn nu 85 van de 345 gemeenten die dat wel doen. Op de GWSW staat er meer. Maar dit is wat openbaar ontsloten wordt. Er komen er gestaag meer bij, maar ook aan ons weer de oproep met je samenwerkingsgemeente van, nou, ontsluit dat. Iedereen is daar vrij in natuurlijk, hè? Maar het helpt wel, hoe meer we ontsluiten, hoe beter inzicht we hebben in de gedeelde afwaterketen. En dan ga ik nog even als laatste inzoomen op zo'n gebiedje waar ik het een en ander aanzet. Willekeurig ga ik naar Den Haag. Nee, niet helemaal willekeurig. Maar Den Haag is altijd een mooi voorbeeld die ook de aansluitleidingen erin hebben staan. Dus je kan nu echt in bepaalde gebieden vanuit de aansluitleiding van de woning helemaal doorzoomen naar de RWZT. Dan heb je toch echt wel de hele afwaterketen in beeld. Dus dat gaat de goede kant op. Ja, tot zover. Fantastisch, Mark. Wat een mooi en aansprekend resultaat, denk ik, ook in korte tijd. Als ik nadenk over hoe de kerngroep ergens zwetend vorige zomer bedacht, het lijkt wel een heel goed idee om dit te gaan visualiseren. En nu je presentatie van deze definitieve viewer, chapeau. Ik denk dat het heel veel boost geeft ook aan het prognosewerk. Ik ben heel benieuwd van de deelnemers nu ook of jullie iets van jullie ervaringen hiermee kunnen verdelen. Hoe werkt dit? Wat heb je eraan? Hoorden we al van Edwin bijvoorbeeld een suggestie om ook te verbeteren. Dus eigenlijk nu ook het podium aan jullie. Vraag maar raak aan Mark. Maar ook wil je ervaring of suggestie van dit zou ik nog wel willen? Wie mag ik het woord geven? En naar vragen of toelichting. Wie kan daarover iets delen? Anders Mark, misschien heb jij nog een goede
ervaring waarvan je zegt, hey, dat is leuk om dat verhaal even hier te delen als, als start daarvan? Nou, ik word altijd gewoon heel blij dat mensen ineens zeggen van, hey, goh, ik zie nu ineens hoe dat er daadwerkelijk uitkomt en wat we moeten aanpassen, waar dingen mis in gaan en dus waar de verbeteringen zitten. Door het tonen gaat het leven. Ja, Jeanette, mag ik jou het woord geven? Jazeker. Ja, ik wilde eigenlijk aansluiten op wat Mark zei. Dat sinds we eigenlijk een viewer hebben, kan ik regelmatig even kijken of het nou klopt wat wij uploaden op GKW en op, uiteindelijk dan ook op PEDOC. Heel vaak onze leidingen kwamen er nooit in en nu weten we inderdaad wat het probleem is. Je ziet snel waar zuiveringsleidingen hangen overlappen, dus je kan makkelijk even overleggen met je collega-waterschappen. Ja, ik gebruik het best wel heel vaak eigenlijk. Het is alleen vervelend dat sommige dingen lukken nog niet helemaal en dan is het wel uitvogelen waar dat dan aan ligt. Dus soms vind ik dat nog wel lastig, maar ik vind het een heel behulpzame tool. Nou, mooi om te horen, Jeanette. En als dingen niet lukken of niet duidelijk zijn, dan hoor ik het ook graag. Want in principe moet het wel duidelijk zijn voor iedereen hoe het werkt en waar die data vandaan komt. En als je dat niet weet, dan moet je op het informatieknopje kunnen drukken. En dan zou je antwoord op je vraag moeten hebben. En als dat niet het geval is, dan hoor ik het graag, want dan moet ik die tekst aanvullen. Oh, oké. Okay. Nou, dat zeker weten. Dat ga ik doen. Dan ga ik een keer je mailtje sturen. Oké, hartstikke fijn. Andersom, Mark, is het denk ik ook zo dat het heel erg helpt om duidelijk te maken waar zit het eigenlijk? Waar zouden we moeten zoeken voor een oplossing, ook binnen het waterschap? Ja. Godin, mag ik jou het woord geven? Nou ja, ik ben niet echt een afnemer of een gebruiker van het systeem, maar ik zie wel de toegevoegde waarde. En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij dat communiceren richting potentiële gebruikers. En wat ik ook al wel met Mark een keer heb besproken, kijk, op het moment dat jij dingen visueel maakt, dat zegt veel meer dan 1000 woorden. En binnenkort hebben wij ook een interactieve sessie met de gemeente Oss, die nog niet doorlevert. En dan heb je echt een praatplaat. Dus het is heel mooi om op die manier ook gemeenten te kunnen verleiden. En in die hoedanigheid gebruik ik het. En ja, het maakt het gewoon meteen inzichtelijk wat we allemaal hebben en waar het nog aan schort. Super. En als je dan met de gemeente praat, geef dan ook aan dat zij ook gewoon een inlog kunnen krijgen. Er zijn een aantal gemeenten die er al gebruik van maken, maar nog best weinig. Ja. En daar zie je ook, Cornelis stelde die vraag aan. Dit is ook een hulpmiddel om juist die waterschappen en gemeenten die nog niet leveren, eigenlijk te laten zien van het wordt nu gewoon zichtbaar dat je het niet doet. Dus het maakt de drempel wat duidelijker, zullen we maar zeggen. Simone, mag ik jou het woord geven? Er staat nog. Ja, hij staat net weer uit. Hè? Ja, hij heeft een beetje moeite met reageren, mijn computer. Je zei het voor de gemeente, die kunnen ook een inlog aanvragen. Maar er stond net ook dat die openbaar ontsloten zou worden. Of heb ik dat dan verkeerd begrepen? Ja, dat klopt hoor. En ik hoop dat het... het is een beetje afhankelijk van hoe lang het duurt voordat de data goed uit de discrepantie en weer over het water toe komt. Want dan moet het gewoon goed zijn voordat we hem echt helemaal open kunnen delen. En ik ga niet over wanneer om een call te geven van nu is het goed en nu kan het open. Dat doen we met elkaar, met de begeleidingscommissie. Dus ja, ik weet niet wanneer dat gebeurt. Ik hoop snel. Maar tot die tijd kunnen ze ook gewoon bij jou inloggegevens aanvragen? Ja hoor, prima. Ja, ja. Super. Ik kan me ook voorstellen dat we een deel open ontsluiten en een deel niet. Dus als je een inlog hebt, dan zie je altijd meer. Top. Zijn er nog laatste vragen en opmerkingen voor dit onderdeel, dit eerste webinar? Dan wil ik Mark hartelijk danken voor het toelichten van deze definitieve viewer, die eigenlijk ook weer volop in de ontwikkeling is. Dank voor het mooie werk en heel veel gebruiksplezier en ervaringsplezier en puzzelplezier om deze meer en meer te gaan toepassen. Jullie zien in de chat en jullie krijgen ook de presentatie nog nagestuurd met de gegevens. Dus heb je collega's die ook willen deelnemen, meld het. Dan krijgen die een login. Ga daarmee oefenen. Deel het ook eens een keer met je manager of een bestuurslid. Het prikkelt ook de nieuwsgierigheid naar een wereld die niet overal even bekend is. Dus dank.
En Mark die maakte al de toelichting van we werken eigenlijk op basis van deze nieuwe dataset naar een prototype. Een prototype van een prognose tool. En daar gaat ons tweede webinar over vandaag. Dat is de één prognose tool. Een perspectief en aanpak om daar te komen. Hoe ziet dat eruit? En daarvoor neemt Guy Henkens ons mee als programmaregisseur. Hij is al een tijdje actief met een heel team, een werkgroep om daar handen en voeten aan te geven. Dus we zijn benieuwd waar het staat.